van 20 kilometer. Dus onze aspiranten zullen 8 ronden moeten afleggen. En de startlijst ziet er als volgt uit. We hebben met de nummer 1 Ruben Michiels, met de nummer 2 Wout van Uten, met de nummer 3 Joppe van Springel, met 4 Aron Doks, met 5 Dan Senne van Deuren, met 6 Mats de Vrie, met 7 Wart van Kasteren, 8 Dan Nick van Laken, 9 Vico Goossens, 10 Rune van den Dijk, 11 Victor Hannes, nummer 12 Dan Wart Sluits, 13 Milan Prinsen, 14 Briek Bertels, 15 Dre Goele, 16 Robbe Geurens, 17 Dan Sander Ales, 18 Victor Brouwers, 19 Niels Winkelmans, 20 Jan van de Weijer. Bij deze is de start gegeven. De start van de eerste wedstrijd bij de aspiranten. Deze is de start gegeven. De start van de eerste wedstrijd bij de aspiranten. Hier waren de vijftal renners. Die worden de lichte afscheiding meteen zorgen met de Vlad van Mechelen, met Aron Doks daarbij, kampioen van Antwerpen. Robbe Geurens zien we ook zitten. En hier komt van de weg van de bos. Dit is de gaat tegen die Rocket. Anders moeten anderen alles alleen doen, dan is die gedaan, hè? Dan is die gedaan, dan zijn al die goeies en alle weg. Dat is in de eerste ronde, dat kan niet. Zie je, is die hele boel uit de in. Als de Wart er maar achteraan, maar uit de boot gemist, hè? Anders was er wel daar. Kom aan, Wartje! Kom aan, Niels! Все, спокойно сейчас, спокойно. Come on, Robin. Come on, rustig aan. Come on. Come on.
alles. Dus boven de drie tijden.
manier komt nu het peloton. En het wordt nog steeds aangevoerd door Bart van Kastelen. Die heeft daar ene werkje voor in het peloton. Bart Sluitse, passief goeie weg, straks. Hier hebben we een groepje met z'n drieën. Met Ruben Michiels en Brink Pectos. En Roeje van der Dijk daar ook bij. Oh,
heel klein zesde stek. Maar wie weet kan die in de laatste ronde nog wel naar Mats de Vriend die bij de ontdekking. Zelfs wat is die kampioen, weet niet. De bel gaat nu ook weer klinken voor onze achtergrond. Samen met Victor Hallis, de twee mannen van Akrogbalen. De bel weer klinkt nu ook voor het peloton, aangevuurd door Wouter van Linden. Samen met... Wij beginnen natuurlijk aan de laatste ronde. Aaron Doks, Nick van Laken en Vlad van Mechelen. Ze gaan het allicht met z'n drieën moeten gaan uitvechten. Het is wachten op een eerste zicht natuurlijk wanneer ze daar in de verte uit de bocht gaan draaien. En ze zijn inderdaad nog met z'n drieën zo lijkt. We mogen vragen om de baan vrij te houden, dames en heren, want de renners gaan ook recht doorfinishen. En de spurt, dames en heren, die is al ingezet hoor, van heel ver. Maar wie toont dan de sterkste benen? Wie heeft nog het meeste macht en kracht in de benen? Het wordt spannend. Aaron Doks, die Nick van Laken. Nick van Laken, winnaar. Maar op de tweede en de derde plek was het bijzonder close, bijzonder spannend ook. Tussen Vlad van Mechelen en Aaron Doks. Hier wordt er nu gespurt op de vierde plaats. En die wordt uiteindelijk nog gewonnen door Victor Hannes voor Robben Geurens en Mats de Vrie. En hier komt ook... Goed trein. De regelen om voor hem te houden. Want zoals u al weet, zullen de renners rechtdoor finishen. Ook zij zetten de spurt natuurlijk van heel ver in. Er zijn nog enkele top 10 plaatsen te verdelen. En dan gaan we hier kijken. Het zijn de mannen van Akrobalen en Bicycle. En die spurt wordt uiteindelijk nog gewonnen door Victor Brouwers. Ook zij, deze mannen spurten nog voor de plaatsen. Rudy Michiels voor Rudy van. Brie Bechtels, dat was de man dus die dit spurtje nog won. Aankomst nu ook voor Jan van de Weijer. Ook voor deze mannen zit de wedstrijd erbij. Deze op. Aankomst voor Niels Winkelmans. En einde wedstrijd voor de man van het WAC-team Hoboken. Dan op de tweede plaats, dames en heren. Het was heel close, maar uiteindelijk dus toch op de tweede plaats gezet. De laatste Arnolds. De medaille uit handen van Gele naar Jorme Gielen. En dan gaan we over naar het podium. De winnaar van de grote prijs Geus Computers bij de 12-jarige. Gaberend applaus, dames en heren, voor Nick van Laken. De medaille en de bloemen voor de winnaar. Voor Nick van Laken, de snelste man in de spurt op de overwinning. Hier staan ze dus, dames en heren, onze drie laureaten. Geef ze nog een applaus. Derde plaats voor Vlad van Mechelen. Tweede plaats voor Aaron Doks. Maar de winnaar, Nick van Laken.